Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag uitleggen waarop je kunt letten op het moment dat je van die remblokken gaat vervangen van die koelfinnen, zogenaamde koelfin remblokken. Ik wil van de gelegenheid gelijk eventjes gebruik maken om alle leden te bedanken voor hun extra support. En ik heb een vraag, heeft jouw fiets koelfinnen? Merk je dat er verschil is tussen die remblokken en de remblokken die je voorheen in je fiets had? Zo ja of zo nee. Laat het dan maar eens weten onder in de comments van deze video. Wil je ook lid worden van ons kanaal? Daarvan vind je alles in de beschrijving van deze video. Nou, wanneer je remblokken gaat vervangen, dan kun je natuurlijk altijd kiezen voor de originele remblokken die in jouw systeem zaten van hetzelfde merk. En dan zie je vaak dat de remvoering vastzit aan, op een aluminium houder met die koelfinnen. En dat maakt die remblokken vrij kostbaar. Want ik zie in de praktijk dat die remblokken 2,5 keer, soms wel 3 keer zo duur zijn als gewone normale remblokken. Dus dat is een keus. Hè? Zou jij wat goedkoper uit willen zijn of vanuit een gedachte van duurzaamheid misschien, dat je het eigenlijk jammer vindt dat die hele koelfin maar wordt weggegooid. Dan kun je bijvoorbeeld van BBB kiezen voor een remblok. Wat zij noemen desktop koelfin. En als we dit uit de verpakking halen, dan zit daar het volgende in, namelijk een houder met koelfinnen en een remblok. En die twee die kan je samenvoegen en vervolgens monteren. Dus dat betekent dat het dure aluminium koelfin gedeelte, dat gewoon wordt hergebruikt de volgende keer. Op het moment dat het versleten is, vervang je alleen het remblokje en niet ook de koelfin. Dus dat denk ik is best een goed idee als het gaat om kostenefficiëntie, maar ook als het gaat om, laten we zeggen, het duurzame karakter van willen remmen. Er blijft natuurlijk ook nog de vraag, moet je dan je systeem daadwerkelijk vervangen voor hetzelfde, hè? Dus voor die koelfinnen? Nee, je kunt ook gewoon remblokken plaatsen zonder zo'n koelfin. En of het überhaupt een goed idee is om van die koelfin remblokken te vervangen, is helemaal afhankelijk van de situatie waaronder jij fietst. En daarover heb ik al eerder een video online geplaatst die je natuurlijk even kan bekijken. We zullen even een linkje daarvan plaatsen onder in de beschrijving. Nou, je hebt hopelijk een leuke tip gekregen voor het vervangen van die koelfin remblokken. Ik wil alle leden nogmaals bedanken voor hun lidmaatschap bovenop hun abonneeschap. En ik heb nog een keer de vraag, rij jij met koelfin remblokken? En zo ja, wat is jouw ervaring dan zeg maar ten opzichte van de reguliere remblokken?